Ik besef Edith Piaf echt. Je snapt Edith Piaf. Ja, helemaal. Ja. Muziek was voor mij altijd, altijd een passie. En een gevoel van... Ja, een soort... het klinkt allemaal zo cliché, maar het is wel zo. Het was gewoon een soort therapie voor mij. Ja. Waardoor ik eigenlijk wel gewoon alles kon... overal mee kon omgaan eigenlijk. En ik altijd nog steeds die blije jongen kon blijven. Dus daarom kan je soms in mijn muziek iets heel donkers horen. Maar dat is eigenlijk gewoon iets wat ik voor me afschrijf. Zodat ik in de realiteit gewoon wel die vrolijke jongen ben. Maar ik hoor op dat laatste album in ieder geval ook hele... Nou, dat nummer dat we hebben gedraaid, Je ne t'aime plus. Het is ook, zit ook heel veel vrolijkheid in, heel veel lichtheid in. Ja, ja, qua beats. En dat heb ik dus geprobeerd met dit album. Dit album dacht ik van, oké, wat als ik de boodschap breng op een hele andere sound... En die twee werelden bij elkaar brengen. Het was ook een soort experiment. En dan kijken van wat gebeurt er dan. Dat vind ik altijd heel interessant om nieuwe dingen te proberen en uit te vogelen. Maar dat is kunst, vind ik. Weet je, nieuwe werelden ontdekken. En wat inspireert jou? Ik zeg altijd mijn onderbewustzijn. Ik hoor muziek, een geluid. En dan komt er tekst en een melodie in mijn hoofd. En waar dat vandaan komt, heb ik heel lang over nagedacht. Maar hoor je iets, zie je iets, bedenk je iets? Ja, dus wat ik denk, probeer altijd overal een theorie voor te bedenken. Ja. Dus dat ik eigenlijk waarneem in mijn dagelijkse leven. Ja. Alles waarneem en opsla op een plek zonder dat ik dat doorheb. En als dan een beat aankomt die deur opengaat van die plek... En het dan begint te praten zonder dat ik zelf invloed heb op wat ik zeg. En dat kan iets zijn wat je op televisie hebt gezien? Kan of alles. Of met lezen, iemand met wie ik heb gesproken. Of iets wat ik heb gezien, waar ik een gevoel van heb gekregen. Of soms denk ik gewoon, het is iets wat in de wereld is... en naar buiten moest komen en mij heeft gekozen om naar buiten te komen. Dat jij een soort medium bent. Ja, precies dat. We hebben een stukje Franse muziek. Ja. Edith Piaf. Edith Piaf? Ja, ik ben super fan van Edith Piaf. Is dit wat je vroeger thuis draaide ook? Nee. Ik heb eigenlijk de Franse muziek pas de afgelopen jaren echt ontdekt. Mijn vader was wel altijd groot fan ervan, maar ik was jongen. Toen ik jong was, begreep ik het niet. En nu ineens, is dit echt alles wat ik luister bijna. Ben je fan of ben je beseffer? Ik ben een... Een beseffer, ja. Van Edith Piaf. Ik besef Edith Piaf, echt. Je snapt Edith Piaf. Ja, helemaal. Ja. Maar dit is natuurlijk, dit is zo leuk onverwachts. Dit verwacht je niet. Dat je, en dit hoor je dan? Ja. En dan ergens inspireerde me. Gaat een luikje open? Ja, vooral bij dit nummer. Dat moment dat ze praat tegen Milo. Mm-hmm. Weet je? En dat heeft zoveel melancholie erin. Maar tegelijkertijd die pit van, ga door. Het lijkt alsof ze tegen een jonge versie van zichzelf praat of zo. Ja. En dat herkende ik ook in mezelf. Dat als ik nu terug zou kijken naar mezelf van toen... en dat ik gewoon zeg van, kom op jongen, je kan het, ga gewoon door. Wat zou je, als je nu terugkijkt naar dat gastje van, hoe oud ben je, denk je dan? Ja, vanaf 12 tot misschien tot nu zelfs. Het is gewoon gaan en op je bek gaan en gewoon... blijven doorgaan, weet je. En als je nu denkt aan die kleine Hisham van 12, wat zeg je dan tegen hem? Ik zou tegen hem zeggen, ga vooral door, niet stoppen. Doorgaan, hou de moed erin. Ja, dat eigenlijk. Maar om eerlijk te zijn heb ik ook altijd de moed erin gehouden. Ik vind ook geluk in ongeluk of zo. Ja. Hoe doe je dat? Ik vind het mooi. Ik vind het toch dat dingen verliezen en niks hebben. Ik weet niet, ik vind het ook iets moois hebben of zo. Heel raar. Denk je nu, geef eens een voorbeeld van iets wat je... Ja, ik weet dat ik bijvoorbeeld... bijvoorbeeld toen ik de gevangenis in kwam in Duitsland toen... Dat was een heel eng moment. Omdat ik helemaal niet wist wat er ging gebeuren. Maar ik heb gewoon alles losgelaten. En ik nam het moment voor wat het was. En toch was ik gewoon gelukkig. In de gevangenis was je ook gelukkig? Ja, zo zijn. Ja. Geloof ik bijna niet. Ja, ik denk dat ik gewoon een soort mechanisme heb van... als het helemaal kapot gaat, dat ik gewoon denk, ja... Waar vond je geluk in de gevangenis? Waarin? In de kleine dingen. Dus eten, de mensen die je ontmoet, de praatjes die je met elkaar maakt... de zon die scheen door de tralies. Ik luisterde klassieke muziek op zo'n wekkerradio... En toen deed ik al mijn lakens over dat bed heen. En dan kwam een zomerbriesje naar binnen.
En toen, weet ik niet, was ik gewoon op zich, voelde ik het gewoon heel goed. En toen dacht je, het leven is mooi. Ja, dat is het. Altijd, ten alle tijden. Het is pas veranderd toen ik kinderen kreeg. Omdat ik toen verantwoordelijkheid voelde. En ik dacht van, ik kan overleven in elke omstandigheid. Maar voor je kinderen ben je heel bang. Dan denk je van, nee, ik wil ze het beste geven wat er is. Maar ikzelf, ik heb bijna niks nodig, eigenlijk. Dus daarvoor was je een soort, een veerloze, hoe zeg je het op zo'n goed Hollands? Een angstloze versie van jezelf. Precies. En dat ben je nu verloren. Ja, door mijn kinderen. Door mijn kinderen heb nou, ik lekker dan. Angst leren hebben. Ook veel liefde voor teruggekregen. Maar misschien daardoor juist, toch? Door die liefde die je ervaart. Dat je denkt van, oh, ik wil alles voor jullie doen. Ja. Maar tegelijkertijd maakt dat je ook bang. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.